Maar het is wel dat Den Helder juist de problemen in de transitie. En dat nu Den Helder ook scoort. Goeie defense. Ja, Atkinson. De bezoekers die het van op afstand blijven proberen en ja, met succes deze keer. Goeie defense van 13. Ja, kijk, Den Helder speelt 2-3 keer. Eén keer een aanval onder iemand en één keer inside. Wie gaat met de voorsprong de rust in? Even ja, de 5-0. Kan eventueel beter worden. Voilà, ja, daar is hij al. Officieel heet de nummer 15 bij Den Helder James Loel, maar op zijn shirt staat wel degelijk James. Ja, terug een sterke drive. Ja, goed op de grond. Heel sterke defense, nu rebound. En ja, ja, dat is het grootste verschil nu. Het wordt gewerkt in defense. Voilà. En de afwerking. 5-0 en de duim ook van coach Noemans aan de zijlijn. En terecht, van Kortek is heel heel goed gestart aan de tweede helft. Nu weer inside afgewerkt. Het is duidelijk dat de coach zeer duidelijk gevraagd heeft meer inside te spelen. Kortek is echt als team nu gewoon verdedigen. Ze hebben er gewoon geen antwoord op. De helder. Weer een balverlies. Het vierde al in het tweede helft en de punten blijven komen. En de Kortrijkse jongens die de voorbije weken achter zich laten met een mooi derde quarter. Ja. Met Brussel, nu lukt alles. En Perry. Ja, die bal gaat binnen ook. Dan die extra pass en dan de score van Seppe Despalier. Af en toe nog wat spelprikjes. Maar Kortrijk blijft scoren. Goed verdedigd en de bal terug in de Kortrijkse rangen brengt. Heel mooi punt. De eerste helft was eigenlijk absoluut niet goed. Veel te veel balverliezen, veel te veel open shots gemist.